Ik ben een meid, meisje, juffrouw, dame, maar bovenal ben ik een vrouw. Maak ik echt minder indruk op u omdat ik een vrouw ben? Moet ik echt een man zijn om meer indruk te maken op u? Ik sta hier vandaag omdat ik de schijnwerpers wil richten op een kwestie die diep geworteld is in onze samenleving. Het ongelijk tussen mannen en vrouwen. In de 21ste eeuw, waar rechtvaardigheid en gelijkheid hoog in het vaandel zouden moeten staan, worden we nog steeds geconfronteerd met een discriminerend systeem op basis van geslacht. Vrouwen worden belemmerd in hun mogelijkheden en in hun professionele groei, alleen maar door dat systeem. Vrouwen worden nog steeds benadeeld door loonkloven ten opzichte van hun mannelijke collega's. Is er iemand die mij kan vertellen waarom Lieke Martens, die met haar ex-voetbalclub FC Barcelona zoveel minder geld verdient als ze de Champions League wint dan haar mannelijke collega Lionel Messi, die dat met precies dezelfde club op precies dezelfde wedstrijd won, omdat ze een vrouw is? Het is tijd dat de meisjes, dames, juffrouwen, maar vooral vrouwen en de jochies, jonge heren, mannen, dat die opgroeien in een wereld zonder ongelijke verschillen. Want talent hebben we allemaal. Talent is universeel. Kansen niet. Dank u wel.